Musical zonder elektriciteit. Dichter Trefosa krijgt borstbeeld. En ben jij vandaag ook extra voorzichtig geweest? Goedenavond en welkom bij jouw 10 minuten jeugdjournaal. Morgenstond, Geirsvliet en Tourtonne zijn al voorbereid op 20 uur zonder elektriciteit. Vanaf morgenavond 10 uur tot en met zondagochtend om 6 uur zullen zij zonder stroom zitten. De EBS zal een grote reparatie verrichten aan een belangrijke elektriciteitskabel. Enkele kinderen van de Guillaume Kalenderschool hebben zich ook al voorbereid hierop. Een weekend zonder internet, tv en gamen. Dan heb je iets gezien dat ze thuis hebben gedaan? Ja, ik heb gezien wat ze hebben gedaan. Mm-hmm. Ze hebben macaroni gekocht, ze hebben brennenboenen gekocht, ze hebben groenten gekocht. Mijn moeder die gisteren pas kleren gewassen. Ik zal een boek lezen, ik ga mijn les alvast beginnen te leren en mijn kleren alvast te beginnen te wassen. Ik ga een boek zoeken om te lezen of wind te waaien. Oppo kondre mangu oppo, sranang gronge kari ung. Elke Surinamer kent deze tekst wel. Het is het tweede couplet van ons volkslied en dat is geschreven door dichter en schrijver Trefosa. Als eerbetoon voor zijn werk is gisteren een kopstuk van hem onthuld. Het stuk is gemaakt door de kunstenaar Erwin de Vries. Het monument is rondom volgeschreven met de teksten van Trefosa. Zijn echte naam was Henry Frans de Ziel. Volgens hem was de Surinaamse taal zeer belangrijk omdat het de verschillende culturen die in ons land wonen samenbrengt. Daarom inspireerde hij andere dichters om ook in het Sranantongo te schrijven. Het woord Srividentie, wat onafhankelijkheid betekent, is door hem bedacht. Helaas heeft hij deze dag niet kunnen meemaken. Hij overleed namelijk op 3 februari 1975. Mocht je het beeld in het echt willen bekijken, dan kan dat. Het staat aan de rechterkant van het presidentieel paleis. Het gebeurt nog veel te vaak in Suriname. Kinderen die seksueel misbruikt worden. Net als bij Claudie. Dat is niet haar echte naam, maar omdat ze niet wil dat anderen haar herkennen, komt ze vandaag vaag in beeld. En gebruiken we ook niet haar echte naam. Ik ben 11 jaar, ik zit in de 5e klas. December is voor de meeste Surinamers een feestmaand. Maar voor Claudie stond december 2011 in het teken van een verschrikkelijke gebeurtenis. Ze is verkracht door haar overbuurman. Vertrouwde je de buurman? Ja, jij vertrouwde me. Ik had het nooit verwacht. Ik dacht gewoon, toen maar heeft dit oma, toen maar met dit komen maken. Met vrij van me komen maken. Ik kan hem langer dan een jaar zien toen we daar zijn gewoon gaan wonen. Hij kwam vaak thuis, we koken, we eten en waar hij woont heeft hij ook geen elektriciteit thuis. Dus hij kwam soms vaak telefoontjes en die dingen. Maar we waren echt goed met hem. Omdat de buurman zo goed bevriend was met de familie, zag niemand dit aankomen. 3 keer heeft de buurman aan Claudie gezeten en haar dus misbruikt. De dachten mijn moeder niet op. De ups die thuis was, want haar mam derde bij me gekomen. Omdat ik me komen verkrijgen. De eerste 2 dagen was ik een ding verder gekopen. Dan bleek zaardien verder. Ja. Heeft hij gezegd, wanneer ik naar de winkel kwam, moet ik die dingen bij de thuis brengen. Was ik daarbij, heeft hij gezegd, ik moet even iets voor me horen. Is hij daar gekomen, eerst bij mijn borsthouden, dan pas heeft mijn kleren weggehaald. Om me komen verkrijgen. De eerste keer was het aan met me, als je nog een 2e keer met haar gaat, ik moet direct mijn moeder zeggen. Ik vond het oh wee, als je dat doet, gaat ik je direct doodmaken. Je bang maken of bedreigen en zeggen dat niemand je gaat geloven. Dat wordt vaak gezegd door grote mensen die kinderen misbruiken. Gelukkig was Claudie dapper genoeg om het toch tegen iemand te zeggen. Waardoor de buurman is opgepakt door de politie. Dus het is ontzettend belangrijk dat een kind wel gaat praten. Want die dader, die maakt er een soort geheimpje van met het kind. Van, hé, dit is iets tussen ons. Je mag er niets aan vertellen, aan niemand. Hè? Weet, dit is echt iets van ons. En wanneer dat gebeurt, ook uit schaamte, wat hem of haar is overkomen, klapt het kind dicht. En juist door het praten
met de ouder, met de hulpverlener, met de juf, verbreekt het kind deze negatieve emoties. Mijn moeder heeft gezegd, als iemand met me omgegaan, moet ik anders zeggen, of bij die tante van me moet ik dat. Daarom heb ik ze gezegd. De buurman is na 5 dagen weer vrijgelaten en het onderzoek is gestopt. De familie begrijpt niet waarom, omdat in het ziekenhuis is vastgesteld dat ze verkracht is. De wet zegt dus dat je iemand mag opsluiten wanneer er voldoende gronden zijn. De wet zegt feiten en omstandigheden. Gronden dus om iemand op te sluiten. Wanneer die gronden, die redenen er niet meer zijn, dan moet je die persoon dus ook laten gaan. En ik denk dat dat dan misschien in dit geval gebeurd is. Omdat Claudie misbruikt is door haar overbuurman, ziet ze hem elke dag lopen. Hij woont tegenover haar. Hierdoor voelt ze zich niet veilig. Ook de familie voelt zich machteloos. Het doet me echt pijn. Pijn in mijn hart. Wanneer ik hem zie, wil ik echt iets geks doen met hem. Als de politie me niet kunnen helpen, want nu zeggen ze, ze kunnen me niet helpen. Ze hebben hem gewoon vrijgelaten. Maar laat ik hem gewoon voor de heren, want de heren die ziet alles. Hij is een schepper, dus het komt wel goed uit. De familie is nu in gesprek met een advocaat, zodat de buurman alsnog opgepakt kan worden. Mocht de rechter vinden dat hij schuldig is, dan kan hij maximaal 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Gelukkig gaat het nu al een stuk beter met Claudie. Claudie wil later schooljuffrouw worden. Ze wil wat er gebeurd is zo snel mogelijk vergeten en hard werken aan haar toekomst. Boe, ben je vandaag ook extra voorzichtig geweest? Waarom? Omdat het vandaag vrijdag de 13e is? Of was het voor jou een andere dag net als normaal? Iedere jaar is het tenminste 1 keer vrijdag de 13e. Daar geloven veel mensen dat ze die dag pech zullen hebben. De angst voor vrijdag de 13e is al eeuwen oud en komt in de hele wereld voor. In sommige landen, zoals de Verenigde Staten van Amerika, gaan veel mensen op die dag niet naar het werk. Heel veel gebouwen hebben geen verdieping 13, er is geen vliegtuig met een 13e rij en er zijn ook geen hotels waar er kamer 13 is. Op zoek naar kamer 13. Well, it's not about believing. I think it's more of a what's in people's minds. If you have a client, especially from the U.S., not even Europe, and they don't want to check into a room of a 13, they'd rather not. You might lose business actually doing this, because if you go into an unlucky room, you don't want to go there. You would ask, oh, can I go to 12 or can I go to 14? But 513, you know. Friday the 13th. Wat is het vandaag? Oh, met haar voel ik me zo lekker. Ik heb er geen last van. Dus die geloof je helemaal niet erin? Nee. Zo, op naar de volgende. Ik vertelde je toch dat er bijna geen gebouwen zijn met 13e verdieping. Wel, ik sta nu op het dak van het hoogste gebouw in Suriname. De Hakerimbank. Ik kan alles zien. De Suriname rivier, de hele stad. Best wel eng hoor, om te bedenken dat de Hakerimbank 7 verdiepingen maar heeft. Laat staan als er 13 waren. Woe! Bijgelovigen, ik heb goed nieuws voor jullie, want er gebeuren op deze dag ook hele bijzondere dingen, zoals de geboorte van een drieling. Antoinella, Alexandria en Alexandra. Zo heet de drieling die in het Slaanshospitaal geboren is. Ze zijn al sinds 20 december geboren,
waarom dat ze extra zorg nodig hadden, heb je nu pas kennis met ze gemaakt. En met dit nieuws zijn we weer gekomen aan het einde. We zijn er maandag weer. Prettig weekend!